mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van MC Magic, waarin we de magie van het park gaan ontdekken samen met een hoop leuke vriendjes. De Deavoer is helaas weg, want die moest ergens naartoe of zo. Maar Jill is nog wel en grap hebben we nog. En we hebben nog een Beer Kenny hier en we hebben nog een kasteel weer staan. We hebben weer gewoon wel andere mensen hier. En we bouwen natuurlijk dadelijk naar de nieuwste attractie, want die staat er nog niet zo lang. En ze hebben hem gebouwd in het park Seven Dwarfs. Dat is een achtbaan. Die hier is bevestigd. Maar voordat we daarin gingen, wou ik eigenlijk een beetje gaan kijken hier in de omgeving. Want hier zien wij de 100 Acre Goods. Ik denk even een beetje als Bugs Bunny. Wat heb jij gepakt hier? Hebben we eten hier, Joe? Wel, maar hij doet het niet bij mij. Hij doet het niet. Dan waarschijnlijk is hij al helemaal leeg geroofd. Wat ja, nog meer. Oh, hier heb je nog meer food. Oh, zijn er taartjes? Ik krijg er niks bij. Doet het niet. Nee, helemaal niks. Kijk, nou, ik wil een taartje. Die doet het niet. Helemaal niks. Geen appeltje, helemaal niks krijgen wij. Dat is jammer. Het allemaal niet. Nou, misschien moeten ze weer bijvullen. Hè? Ja, dat is heel jammer dit. Ik had wel gehoopt op een lekkers of tegen. Zo. Ja. De Storybook Arcats. Ice cream. Oh, je zou ijs krijgen dan. Oh, daar ben ik wel gek op hoor. Ja, dat is alleen een beetje jammer. Ja, dat vind ik heel triest. En voordat we de attractie ingaan wil ik wel een beetje kijken. Want misschien kunnen we wel dingetjes zien. Ik zie wel de ingang, die loopt hier beneden. Zullen we gewoon erin gaan? Ik kan eigenlijk stiekem niet wachten. En ja. Er is hier ook iemand die lijkt op Stampy Longhead. Die heeft wel een hele snoezige kattenskin. Nou, hij gaat net weg met zijn hoofd. Nou, dan zien we het niet. We hebben jullie toch. En er komt nog iemand aan. Ga je met ons mee, Boki? Ja, negeer maar. Jammer no. Dit. Oh, die kat komt weer terug. Hallo, katje. Kom met ons naar de Seven Dwarfs. Joehoe. Kijk of die erin komt. Kom maar. Kom maar mee. Kom met. Ja, kom maar. Hij zwaait. Dat is een teken van yes. Kom maar. Ja, kom maar, kat. Gaat hij erin? Oh, weer als die niet ingaat. Kom, hier. Kom op, kom uit. Goed zo. Samen lekker. En natuurlijk met de... Ja, hij komt erin. De kat komt erin. Gezellig. Ik sta al klaar. Zijn je al klaar? Ja. Wat? Ik ben al aan het wachten. Ik kan de andere kant op. Kom hier, Comet. Hij loopt niet door, hoor. Comet. Comet het poesje. Miauw. Ogen dicht. Oh, nou, die wacht er buiten. Was dan een soort van anders. Hij komt eraan, het poesje. Oh, ik zie hem. Lief, hè? Hij lekker ook een spannen, hè? Ja, voor mij mag je. Kunnen we met z'n allen erin? Wow, kom maar in. Kom erbij. Kom ik wil erbij. Ja, nou. Ja, Jill zit je niet bij. Nee. Jammer, dan moet je met poesje. Die stinkbeer weer me weer. Jammer dit. Ja, jammer dit. Nou, dan ga ik met die kakwang en die beer. Dan gaan we in de Seven Dwarfs achtbaan. Ik hoop dat deze wat leuker wordt dan van die Big Thunder Mountain. Het was iets wat saai, vond ik. Maar ik mis hier ook heel veel van die item frames die je bij de Dark Rides wel zag. Hè? Dat vind ik jammer dat ze die niet hebben. We gaan vlak langs de rand van de zijkant. En we gaan hard. En we worden denk ik nu omhoog getakeld. Oh jee. We moeten eigenlijk dat liedje ook horen van hi ho, hi ho. Eigenlijk kasteel, wel. Kom bij ons in het karretje. Oh, die hoor ik. Dat liedje. Kom maar in. Kasteel, kom maar in. In ons karretje. Ga niet over de baan lopen zwerven. Dat staat onprofessioneel. Wat zal MC Magic er wel niet van denken? Kom, spring in het karretje. Kom op. Kom op, kasteel. Spring erin. Voorin. Ja, te laat. Jammer dit, mis je de hele rit. En wij krijgen dadelijk wel de coins. Oh jee. Ik hoor steeds 2 seconden even muziek en dan is het er weg. Ja, bij mij is het ook weer weg. Voor mij is er een jukebox, misschien staat er een jukebox aan. Dat zou kunnen, hè? Oh, en er wordt weer geschoten. Ja, ik hoor vuurwerk. Oh, ik hoor weer muziek, leuk. Oh, leuk dit. Hier jullie, ik ben achter jullie. Hi, ho! Hi-ho! Oh, wat gaaf dit. Helemaal donker ook hier, hè, grap? Jeetje. En dan gaan we naar buiten. Woehoe! Ja, dit is echt fantastisch. Hij is ook in het echt, is hij prachtig. Google maar eens naar de Seven Dwarfs mijntrein achtbaan. Hij is echt fantastisch. Ik heb ook heel vaak de onrijds lopen kijken. Maar de poppen zijn ook echt prachtig gedaan. Vooral van de dwergen, maar ook van op het einde als je de... die gemene heks ziet aan de deur. Dat ziet er heel gaaf uit. Oh jee. Die de appel kon brengen. En de appel moet in gegeten worden. Aanvang gegeten door de prinses. En misschien hebben ze die gemaakt ook op het einde. Maar dat zou dan hier de laatste bocht moeten zijn. Ik zie wel Sneeuwwitje staan daar. Ja. Oh, die planten zijn mooi gedaan. Vind je niet, Gio? Gaaf, hè? Ja, die zijn heel mooi. Realistisch. Kijk nou. Ja, dit is gaaf dit. Kijk, er staan zo'n Sneeuwwitje zelfs. Dat is ook een mannetje geworden. En dan voelen ze, ja, de old hack. Die staat inderdaad buiten te wachten. Ik vind het jammer dat ze de skins niet hebben, hoor. Echt heel jammer. Ja.
Dat valt eerst wel. Ja, anders eerst wel, ja, ja. Want ze hebben heel veel skins die ze kunnen gebruiken, maar ze doen het alleen niet. Ik maak het een beetje lichter in mijn kamer. Het is een beetje donker aan het worden. Het wordt ook verder in de middag. En we zijn hier... We hebben ook de wat korts gekregen. De poes is weg. Gebleven? Oh, de poes is weg, echt waar? Wat zonde dit. Oh. En we lopen hier en we worden gespand hier naar buiten. En we lopen hier heel mooi door een soort buitenwachtrij. Lopen we richting de uitgang. En we zijn hier weer uitgekomen. Wat leuk. Wat grappig. We zijn toch ook daar naar binnen gegaan? Of was dit de ingang? Oh, dat uitgang. Wat grappig gedaan. Dat is leuk. Er wordt ook welkom gegeven. Welkom bij de Seven Dwarfs Mine Train achtbaan. En waar gaan we nu daarheen? Gaan we nog naar een andere attractie? Dat lijkt wel leuk om gewoon nog even wat de boel te verkennen hier. Vind je niet, Gio? Welke kant gaan we op? Gaan we naar links of gaan we naar die kant? Ik denk dat die kant zijn we nog niet echt veel geweest, maar... Even kijken, want daar is klopt, het kasteel. Die kant zijn we natuurlijk in het begin geweest, dus dan ik zou deze kant op gaan. Ja, is goed. Daar was de draaimolen natuurlijk. Ja. Wat grappig. Ja, dat is een hele grote achtbaan. Deze was beter dan die Big Thunder Mountain, vond ik. Dat is waar. Ja. Deze was heel erg leuk. De muziek was ook prachtig gedaan weer. Want dat is het punt. Bij die vorige was er geen muziek bij die Thunder Mountain. Ja, hier wel. Dat miste dat dan maakt een deze ook weer leuk. Oh, de theekopjes. Oh. Huh? Kunnen we... Oh, ik zit in een karretje. Wat gaat er gebeuren? Wee! Oh, wat grappig, joh. Je kan gewoon in de theekopjes attractie. Wee! Wat leuk gedaan, joh. Komen jullie ook in de theekopjes? Oh, dat lijkt net alsof je met z'n allen echt in de theekopjes zit als je met z'n allen gaat. Kijk nou, wat een leuk effect, joh. Dat is gaaf. Als je dan naar elkaar kijkt, zie je het? Wat lachen, joh. Ja, dat vind ik superleuk gedaan. Echt superleuk. Zo kan je het ook doen. Nou, ik zie jullie allemaal in de theekopjes zitten. Ja, dit is echt een hele leuke attractie. Zo hebben ze toch gedaan dat je toch bijna alle attracties kan doen. En dat is belangrijk als je natuurlijk in een pretparkservice zit. Dan wil je dat natuurlijk graag doen. Ik wacht op jullie bij de ingang. Of aan de zijkant van de attractie. Kijk eens. Kasteel, wat ben je toch aan het freerunnen de hele tijd? Dat hoort niet. Je hoort in een park gewoon normaal te lopen. Je hebt hier geen fly net als bij ons. Wend er maar aan. Kijk hoor, we gaan hier naartoe. Oh, dit is een soort van... ik weet het niet. Oh, Gio, ik moest op Gio wachten. Sorry, Gio. Helemaal vergeten. Ja, ik kan niet meer rennen, omdat ik geen eten meer heb. Oh, nou, ik geef je wel wat. Hier zo. Oh, je wordt al vergeten. Oh, er wordt al eten gegeven. Mooi zo. Dankjewel. En we zijn hier bij de Storybook Circus. Come on, welcome to the Storybook. Het ziet er vrolijk uit, die spandoek. Ja. Heb jij die opgehangen, Gio? Nee, ik kan er niet bij. Oké. Okay. En wat is dit? De Big Top. Kunnen we geen leuk iets kopen of zo? Kijk, die heeft net zo'n... Kijken. Heeft ze ook zo'n hoedje op, die Robin en jij? Of nee, jij had hij niet. Grapflow had hij van met het hoedje. Ja. Ja, ik heb zo'n kroontje. Ja, ik wil die poppetjes kopen. Ik ga toch sparen, hoor. Ik denk dat we gewoon een keer minigames moeten gaan doen. Ja. En dat we dan die coins kunnen sparen. 400 coins moet je sparen dan. Ja, oh, en die gozer heeft een grote gloeiende kleurrijke stick in zijn hand. Misschien iets van... Ik weet niet wat het is. Misschien heeft hij gekocht of zo. Hallo. Heel goed zwaardje of zo. Ja, misschien. Maar misschien hij kwam leuk. Hier vanuit bij de Real Pete's Life. Oh, dit is Pete Life. Fun this way. Oh. Nou, fun is altijd goed, toch? Ja. Ziet er leuk uit. Oh, je kan hier op de foto staan met iemand of zo. Snake en Charmer. Oké, wat grappig, joh. Hey, ik hoor muziek. Of is dat Minecraft muziek? Oh, dat is Minecraft muziek, geloof ik. Ik denk Minecraft muziek, ja. Ik hoor iemand drinken. Die Magic Band. Oh, kan je je flesje hierbij vullen, of niet? Ik weet niet, maar waar zie je... Waar heb je? Ik heb geen flesje meer, geloof ik. Ik heb een leeg flesje. Ik neem wat te eten dadelijk. Kijk, wat kunnen we nog meer? Ik zie daar wel een achtbaan, hoor. Kijk. Met hout ondersteunen. Oh, ja. Volgens mij is dit wel een attractie, hoor. Even kijken, wat is dit? Dit is de Goofy Crate Goofini. Barnstormer staat hier. Zo, mijn huid is weer wat bleker geworden. Doordat ik weer wat instellingen moest doen met mijn camera. Maar we kunnen in de attractie. Kom op, Gio. We gaan in de Goofy. Nee, Kenny. Deze ken ik wel, hoor. Deze attractie. Deze ben ik wel eens eerder in geweest. Was wel een leuke achtbaantje. Gewoon een leuk ja, leuk simpel baantje. Achtbaantje, ja. Kijk, en dan lopen ook allemaal karretjes gaan hier al. Met zonder mensen erin eigenlijk. Wat grappig. Oh. Oh, kijk. Er komt vaart in. Er komt een vaartje. Ik zie ook helemaal geen signs en zo met speeds. Zie je dat? Zie jij die? Nee. Ik zie die helemaal niet. Wat grappig. Hebben ze weggedaan of zo? Oh, hij hangt even vast. Zie je het?
Wee! Leuk hè, leuk baantje gewoon zo. Lekker simpel, lekker leuk bij elkaar gedaan. Gewoon een kleine omgeving. Ik vind dat wel schitterend gedaan hoor. Ja. Wordt hier eruit gegooid dadelijk? Nee, het is gewoon thematisatie. Oh, hier wordt eruit gegooid, kijk. Oh ja. Nou, kort baantje, exit only. Is het waar exit? Oh, hier deze kant ja, op. Hè? Kijk, en de andere zit dan in de achtbaan. Grappig joh. Het is leuk om anderen dan erin te zien zitten. Hè? Ja. Nou, Kenny, loop maar voor, want ze loopt altijd in mijn beeld. Ja, loop maar. Anders loop je in mijn beeld. Ik weet niet, dat is een beetje lek in de server of zo. Dan zie je heel dat iemand in je beeld lopen, terwijl die dat niet bedoelt, omdat diegene dat dan niet ziet of zo. Ik weet niet, dat is heel apart. Hallo. Hallo. Heeft er iemand eten? Ik dacht al, het begint te stinken hier, maar Floor komt weer. Ja, hier, gloor. Hier, gloor. Gloor. Grapgloor. Moeten we eten hoor, die kakwangen zit dan niet vol genoeg en ze moeten we eten. Niet normaal. Je eet wat hè, dat mens. Ja. Zullen we die attractielist eens even zien? Ja. Dat is makkelijk. Kijk of er nog wat leuks is. Nou, genoeg denk ik, want ik zag wel een Space Mountain. Dan ben ik eigenlijk heel benieuwd naar, dat is dat sterretje. Zullen we erheen gaan? Ja, zeker weten. Space Mountain. Ik wacht bij jullie bij de ingang. Dat is wel een mooie afsluiter voor deze aflevering, de Space Mountain. Ja, zijn we allemaal compleet? Frits? Ja. Ferdinand? Let's go naar binnen. Lorenzo? Frederik? Ferdinand? Ferdinand? Johannes. Cholesterolpilletje, waar ben je? Cholesterolpilletje. Daar sta ik nergens op. Mooie naam ook. Stevia. Your training mission is now complete. Please proceed toward final boarding. Wat leuk, dat hebben ze gewoon met signs. Hebben dat dan als woordjes niet passen, hebben ze gewoon op de volgende sign mooi aangepast. En nu kan ik naar links en rechts. Ik weet niet wat ik nou goed doe. Of ik nou op de goede baan zit. Kasteelvuur denk ik neem de andere kant. Misschien heb ik de fanpage. Go left to see the right in darkness. Go right to see the right with some visibility. Willen we echt donker of willen we nog wat kunnen zien? We kunnen wel wat zien, denk ik. Oh, dat is wel dan leuk. Dan moeten we gedaan. Deze kant doen. Dat is wel gaaf. Kijk die wachtrij, jeetje. Kijk hoe groot. Echt hè? Jeetje. En we kunnen het allemaal skippen. Ik ga lekker links. Ja. Links. Oh, je gaat daar. Hé, hey, ik zit vast hier. Oh, we kunnen ook niet verder. Huh? Voor mij hebben we verkeerd gelopen. Dat is ook stom. Oh, iemand zit weer te boeren. Hoor dit? Je hoort weer iemand eten hoor. Boeren, ik zit vast in een hekje, random. Hekkie? Oh, hier moet je. Een hekkie. Oh, ik ben bang dat we het hele pad moeten gaan. Hebben ze nooit gehoord van Fastpass? Ja, dat doe ik nu. Hoe doe je dat? Ik ben er al. Hoe heb je dat gedaan? Je kan hier gewoon aan de zijkant. Meen je dit? Kun je gelijk rechtdoor lopen, hierheen. En ik skip heel... echt lomp. Is hier de attractie ja, dan? Ja, hij komt er al aan. Ik wil erin. Weer zo weinig karretjes, hè? Ik heb er automatisch in gezet. Oh. Ja, ik kan er niet meer in. Oh, wat? Jammer zeg. Jammer dat er niet meer mensen in kunnen. Nee, dat is raar. Ja, nou doei. Ik hoop dat ik verlaan mag van hun. Die, ja. Hoe die druk is. Druk op de span. Zal ik het doen? Oh, daar komt er een. Wat makkelijk dat je erin wordt geteleporteerd. Kijk hoe makkelijk, joh. Je kan klaarstaan en dan word je automatisch in de attractie geteleporteerd. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ga de muziek er wel een beetje aanzetten, want er zit een hele mooie muziek bij de attractie. Oké. Okay. Are we ready? Zijn we er klaar voor, jongens? Daar gaan we. Oh, wauw. Dit is gaaf is die mooi? Gedaan. Ja, dit is gaaf gedaan. Oké, dan ben ik al heel benieuwd. Spannend. Oh, vet. Wow. Al die lichtjes, joh. Ja. En de glowstone burn of zo. Dan gaan we die redstone lamps. Oh, gaaf. Die lamp gaat ook maar helemaal... Maar ik hoor geen muziek. Nee. Zonde. Worden nu gelanceerd, hè? Hele onrealistische bochten. Oh, en we gaan in één keer heel snel. Oh, dat ziet er heel erg apart uit dit, joh. El Omega Launch Control. We worden omhoog getakeld. Ja. Oh, het wordt helemaal donker. Oh, crap. Dit is echt heel creepy. Woo! In één keer speed 50. Ja, dat in één keer keihard uit het niet. Maar ik dacht dat we nog wat zagen van de rijt. Dat dacht ik ook. Ja, dat... Oh, er stond eens een beer in me. Alleen de baan, meer niet. Ja. En een paar sterren ineens die op me afkomen. Of planeten of zo, ja. Ik weet niet. Nou, dit is... Achter me kijk, zie je kasteelvuur. Nou, daar word je ook niet vrolijk van. Hij werkt ook weer niet zo lekker mee. Nee, hij werkt ook niet zo lekker mee, nee. Maar het gaat voor die coins, hè. Die coins gaan we gewoon vangen dadelijk, hè. Ja.
Ze hebben er 29. Ik heb in ieder geval 29. Jij hebt er 30, denk ik? Ik heb er 21. Je hebt toch ook 21, maar oh, dat komt ja, op meer. Ja, met die minigame had je klopt. Meer coins. Ja, die moeten we wel gaan doen door die minigame. Dat is leuk voor dadelijk nog. Ja. Zullen we dan dat als afsluiten doen? Dat kan. Dat is misschien nog leuk. Het is gewoon nog even een minigame doen. Dat vind ik wel een leuke afsluiting. Maar hoe we daar komen, dat weet ik dus niet. Oh, nu kan je denk ik wel wat zien. Ja? Ja. Wat heb je gedaan dan? Aan het einde van die rit zie je in één keer dingen. Ik zie jullie nu rijden. Serieus, zie je ons? Ja. Ja, ja, ja. Ik zie dus helemaal niks. Oh, nu zie ik ineens wat licht. Kijk, dit is veel mooier dit. We staan in een keer een soort van stil. Ja, ik denk dat het een soort stootje is. Wij ook. Stond ook stil. Oh, dat ziet apart uit. Wel heel veel details ook wel hoor. Oh, ik geloof dat we bij het einde zijn. Ik vind het een hele verwarrende attractie. Vind je een beetje rommelig? Ja. Vind je? Maar dat maakt het wel leuk. Ik vind het wel, ja, het was wel een aardige attractie. Anders dan de normale Space Mountain die we kennen natuurlijk. En ik heb 1 coin erbij gekregen. Ik heb precies 30 nu. Dat is een mooi aantal. Ik heb er 22. 22, ook een mooi aantal toch? Ja. Nou, dan gaan we gaan voor die 400 natuurlijk hè? Ja, ja natuurlijk, absoluut. De knuffeltjes. Maar dan misschien, ja die knuffel wil ik halen hoor. Maar waar vonden we die? Forest, Frontierland hè? Ja, Frontierland. Ja. Bij de Haunted Mansion in de buurt geloof ik ook. Of ja. Bij de Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain was die. Zoiets, ja. Oké, dan gaan we nu zo lopen. Hoppakee. De deurtjes staan open. Leuk. Moet je weer gaan rennen? Ja, sorry. En we zijn buiten. En eindelijk weer licht te zien. Dat is wel apart, hè? Dat is wel een hele grote... Ja, dat is echt heel apart. Moet je kijken wat een detail ook. Die buitenkant. Die koepel. Dat is verdomme. Moet je kijken, joh. Dat is een hoop stairs. Echt hè? Huge. Echt een hele grote attractie. Deze is echt groot. Groot. Echt super groot. En... Ja, ik wil die minigames doen. Hoe gaan we dat doen? Je moet het menu openen en dan moet je op arcade klikken. Dan kom je daar. Parcours lobby. Oh ja, de landetjes natuurlijk. Logisch. Oh, dit is gaaf joh. De Tron parcours, we hebben de Neverland parcours, we hebben de Up parcours en de Duel of the Fates parcours. Wat gaaf. Dat vind ik altijd leuk zo van die parcoursjes. Misschien wel een idee voor ons. I'm late for a very important date. Wat grappig joh, de Tron parcours lijkt me wat minder. Ik ben niet zo van Tron. Neverland lijkt me dan leuker. Oh, kijk nou leuk dit. Ik vind het gras wel zo verschrikkelijk mooi. Up parcours, die lijkt me dan heel erg in de wolken. Lijkt me niet zo moe. Ik denk dat ik zelf voor de Neverland ga. Ja. Spreek me iets meer aan. Hup Neverland. Moet ik dat invullen? Ik denk het wel. Hup Neverland. Ja. Oh jee, daar zijn we. En, oh, we zijn er al hoor. Oh, wauw. Dit ziet er mooi uit. Had ik het goed dat dat dit mooi zou zijn? Oh, jee. Nee, meen je dit? Oh, dit wordt heel erg moeilijk. Nou, kijk nou, Crazy Condo is een neefje van mij. Kijk. Hallo, neefje. Hallo. Grappig, joh. Oh, die neemt de aanloop. Helpt niet als we met z'n allen in elkaar gaan staan, het kasteel. Nee? Nee. Ik wacht netjes. Ga maar, Kenny. Zeg maar, ik kan nu niks zien. Loop maar, Kenny. Spring. Ah. Oh. Oh, als je naar beneden valt. Oh, shit! Luister. Oh, ja. Hoe is dat? Grappig, joh. Ik ben gevallen. En ik ben zo gevallen dat het mij goed uitkomt, denk ik. Je bent serieus beneden gespand? Nee, ik ben hierboven. Serieus? Ja, en ik denk niet dat ik hier hoor te zijn. Wow. Oh, shit, hoe kom jij daar nou? Oh. Hoor je daar te... Nee, maar je kan hier afsnijden. Nee, meen je dit? Wacht, dan moet iedereen in me staan. Dan kan ik het proberen. Hoe? Ja, ik ben afgesneden. Als je van... Ik ga het proberen. Van, als je van... Nee, ik ben naar beneden gevallen. Echt? Ik ook! Woe! Ik ben zo slecht met parcours. Ik vind het zo verschrikkelijk, maar ik vind de map fantastisch. Gedaan. Ik vind het echt fantastisch gedaan. Ja, de map ziet er heel mooi uit. Zo, gaan we hier naartoe. En waar kan je afsnijden dan? Ja, dat ben je nu al aan het doen. Ja, maar waar kan je komen dan? Ja, je moet hierheen. Hier op deze springen. Ja, nee. Ja. En dan moet je naar de rest van die hekjes. Dan sla je er een paar over. Ja, nee. En waar moet je dan naartoe? Waar ik nu ben. Moet je naartoe. Ik zie je niet meer. Waar ben je? Oh, je bent boven, daar. Ja.
Oh nee! No offense. Oh nee, ik ben naar beneden gevallen. En moet je hem opnieuw? Ja. Kenny Koe, kijk hoe ver Kenny Koe is. Ja, ik was net een stukje, klein stukje voor hem. Maar het is zo lullig dat je helemaal opnieuw moet beginnen. Maar meneer, waar moet je naartoe dan nu? Nou, je moet om die hoek springen. Oh. Ja. Oh. Kst. Grap. Ja, door de grap komt het. Kan ik niet even op je kakbank staan? Hoe kan je ooit op die letters blijven staan? Ik donder er elke keer vanaf. Oh, ik sta wel hoog nu. Hoe kom je hier nou weer bovenop dan? Ben je dan nog eentje hoger? Ja. Holy shit, is dat ijs, jongens? Ja. Ik heb serieus, dit is echt knap voor mij in doen, hoor. Dit is echt knap voor mij in doen. Nee! Ja. Nou ja, mensen, vonden een leuke aflevering? Laat het weten in de comments. En ja, ik hoop dat we volgende keer weer terug gaan naar MC Magic. En laat zeker een like achter en vergeet... Laat zeker een like achter en vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. En bedankt Gio voor meedoen. En Kasteel. En Rap. En Kenny. En Robin. En wie nog allemaal meedeed. Allemaal bedankt. Doei Gio. Doei.